VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders. Goedenavond en welkom bij VVV-TV. Vandaag beginnen we de uitzending met trainer Rick Kruijs. De ploeg van Kruijs maakt zich op voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo na een nederlaag op bezoek bij Jong AZ. Met welk gevoel blik je terug op die wedstrijd? Ja, met wel teleurgestelde gevoelens natuurlijk en ook boze gevoelens. En dan met name de manier waarop we de goals hebben weggegeven. Ben je dan ook boos geworden op de jongens in de rust of na de wedstrijd? Boos op de jongens, boos op mezelf, omdat ik uiteindelijk verantwoordelijk ben en uiteindelijk niet in staat was om... Om een elftal neer te zetten wat drie punten ging pakken. Dus daar begint het bij. Maar ja, wat ik zeg, de manier van de tegengoals van de goals van AZ, ja, die vond ik wel schijnend. Is dat wat je dan het meest heeft geïrriteerd, die tegendoelpunten? Ja, maar ook de reactie na de 2-0 vond ik dat we uit elkaar vielen als team. Dan met heel veel moeite komen we toch weer in de wedstrijd. Dan geven we eigenlijk weer een stomme goal weg. Nou, dan zie ik wel een elftal wat er vol gaat. En wat ook kansen krijgt om nog 3-3 te maken en misschien zelfs wel meer. En dan is het misschien wel exemplarisch hoe je die vierde ook weggeeft. Ja, dat maakt dat je met 0 punten terug naar Venlo gaat. Had je gehoopt dat de ploeg verder was? Ja, natuurlijk had ik dat gehoopt. Ik had gehoopt dat we gewoon 3 punten zouden pakken en dat we... Naar boven konden kijken in plaats van dat je eigenlijk weer een beetje naar beneden moet kijken. De volgende wedstrijd voor de mannen van Kruijs is een bijzondere. Tegen Heracles wordt namelijk het 120-jarig bestaan van de club gevierd. Ik verwacht een mooie avond vanaf de buitenkant natuurlijk, met de fans en alles wat er georganiseerd is. En ik hoop natuurlijk wel op spektakel van mijn ploeg. Ja, toch zal het een aardige klus worden, want je speelt tegen een sterke tegenstander. Nee, Heracles is een goede ploeg met veel kwaliteit en is natuurlijk samen met Zwolle de gedoodverfde favoriet om te promoveren. Maar goed, je hebt ook in de uitwedstrijd gezien dat we het ze wel degelijk moeilijk kunnen maken. En ik denk dat als wij op ons top zijn, dat we ook tegen Heracles in de sfeervolle koel gewoon een kans maken. Ja, want wat neem je vooral mee uit die eerdere wedstrijd tegen Heracles? Dat we vooral zelf lef moeten hebben. Dat we niet te veel achter hun moeten gaan aanlopen, maar dat we zelf initiatief moeten nemen. We hadden natuurlijk heel moeilijk, komen 2-0 achter, daarna komen we compleet in de wedstrijd. Ja, en daarna was het een wedstrijd die alle kanten op kon. Dat was een wedstrijd waarin de mooie goals van Heracles een beetje de boventoon voerden van die wedstrijd. Alleen ja, als je hem gewoon rustig analyseert, op het moment dat het gelijk stond, die wedstrijd, had het alle kanten op kunnen gaan. Dus toch met vertrouwen naar Heracles toe? Dus met vertrouwen en gas erop. Sinds de blessure van Sven Brake draagt Rick Ketting de aanvoerdersband bij VVV. De centrale verdediger hield een flinke kater over aan de wedstrijd tegen Jong AZ. Rick, met wat voor een gevoel blik je terug op afgelopen vrijdag? Ja, veel teleurstelling. Het was een zwaar weekend. Ja. Ja, heb je daar veel last van dan nog in zo'n weekend? Ja, tuurlijk. Je gaat daarheen om te winnen. En je begint vol goede moed aan de wedstrijd en dan krijg je snel een doelpunt tegen, probeer het weer op te pakken en dan eigenlijk alle doelpunten kwamen op gewoon lullige manier, slechte manier, hoe je het wil noemen. En dan moet je een lange busreis naar huis en dan weet je gewoon dat het weekend zwaar wordt, want dan blijft hij je hoofd spelen en het liefst wil je zo snel mogelijk weer door. Wat moet er vrijdag vooral beter dan tegen Jong AZ? Ten eerste moeten we als organisatie bij elkaar blijven, als team. Blijven communiceren, samen blijven werken. Niet dat als het even tegen zit, dat we uit elkaar vallen. Want dat kan zomaar gebeuren dat je een doelpunt tegenkrijgt. Of dat je een doelpunt van jezelf wordt afgekeurd. Of dat je een grote kans mist. Het kan van alles gebeuren. Het belangrijkste is dat we bij elkaar blijven. En dat we vanuit de afspraken de wedstrijd gaan winnen, hopelijk. En daarnaast... kijk, individuele fouten kan altijd, maar er zijn wel een aantal momenten gebeurd waarvan je denkt, dat heeft niet met kwaliteit te maken of met het momentje, maar gewoon meer misschien met focus of zoiets. En dat moet gewoon, dat moet gewoon 100% zijn, wil je van een topploeg winnen. Sterker nog, van elke club in deze competitie. Dus dat zijn denk ik wel de twee punten die het belangrijkste zijn. Vrijdag speelt VVV in ieder geval weer in eigen huis. En hoewel de resultaten in de koel wisselvallig zijn, ziet Ketting dat als een groot voordeel. Sowieso
vind ik het hartstikke mooi om hier te spelen. Supporters zijn, hoor je, krijg je niet heel veel van mee, maar je merkt wel dat er, ja, dat er een sfeer is en ambiance in het stadion. En je merkt gewoon dat ze achter je staan heel de wedstrijd. En ook na de wedstrijd merk je dat de supporters er voor je zijn. En dat is gewoon heel erg fijn. We doen dit hele seizoen ons best en dat doen we met het team en met de supporters. En er zullen wedstrijden tussen zitten waarin het minder gaat. Er zullen periodes tussen zitten waarin het minder gaat, maar ook periodes waarin het beter gaat. En gezamenlijk proberen we gewoon naar ons einddoel te streven. En dat is eerst de play-offs halen en dan hopelijk winnen. We sluiten deze uitzending af met een terugblik op de jubileumwedstrijd van 5 jaar geleden. Toen werd het 115-jarig jubileum gevierd met een heerlijke overwinning op Feyenoord. Larsson. Terug op Berghuis. Berghuis mag door. Voorzet net iets te scherp voor Jurgensen. Daar zit toch de achterhoede die in het begin van het seizoen eigenlijk blind kon worden ingevuld. Dix rechtsback, centraal Botteguin van de Heide, links Haps. Zeuntjes verlengd. Schot is hard en Jones heeft denk ik gelukkig op de juiste plek staat. Want als Leemans die bal eenmaal lekker raakt, en dat doet hij, dan kan je als keeper nog wel eens een probleem hebben. Balverlies van Feyenoord, nu ook balverlies van VVV. Dan is Feyenoord snel weg met 6 man. Berghuis wordt uitgefloten. Schot van Berghuis net naast. Seuntjens. Die dan maar weer een schieten. Nou, voorlopig zijn die ballen allemaal eigenlijk recht op Jones. Pogingen van Thie al een paar keer gezien. Leemans een keer. Dekker. Nou, hij is er weer eens langs. Nu de voorzet dan. Dekker. Oh, El Amadi. Bijna een eigen doel. Ja, als de voorzetten van Dekker niet aankomen bij iemand van VVV, dan kan het ook op deze manier natuurlijk. Zo wordt bijna een voorzet van Dekker tot doelpunt gepromoveerd. Jongens, een half en dat levert toch een kans op. Geen overtreding, blijkbaar. Maar er wel natuurlijk wel degelijk vast werd gehouden. El Amadi. El Amadi, Oenerstal met pijn en moeite. Weer claimt Feyenoord een penalty. Nu Tapia. Ook die krijgt hem niet. En hier bijna El Amadi met zijn tweede doelpunt van het seizoen. Corner. Wordt weer een variant. Nu net uit Seuntje voor, maar ook dat is niet geweldig. Dit is wel een kans. Oh, Pokel vond geen buitenspel. Misschien wel de beste kans van allemaal in de eerste helft. Maar Opoku raakt de bal nog niet eens half. Dekker gooit. Thie. Seuntjes. En levert er een kopkansje op. Ja, kopkansje voor Van Krooi. Berghuis. Sint-Juste van de bal gezet. Douw weer bijna met de sliding. Zoals Larsson dat deed tegen PSV is het nu Toornstra die op het juiste moment glijdt. En dat is nog een zeer venijnige poging ook. Vilena. Speelt door Jurgensen. Die staat dus even niet in de spits. Daar komt nu Berghuis. Ook Toornstra en Vilena zijn voor het doel. Larsson, El Amadi, Jurgensen. Dat is één. Dan ook maar een schieten. En van richting veranderd gaat hij er bijna in. Promesse raakt die bal aan, waardoor Oenerstal volledig op het verkeerde been staat. Berghuis draait de bal. Oenerstal heeft hem amper. Wil een vrije trap. Leek me niet dat hij er recht op had, krijgt hem ook niet. El Amadi, dan maar eens uithalen. El Amadi, ja, dat was nog een listig balletje. Toornstra.
Berghuis geeft mee. De voorzet valt bijna in eigen doel. Oh, nog gaat net goed. Komt er weer puntenverlies voor Feyenoord. Ook weer dus tegen VVV. Zo, het is een beweging van Post. Maar Lazio is snel genoeg. En toch van Krooi die hem bijna het stadion uitschiet. Daarvoor is niet zo heel veel nodig hier in Venlo, maar toch. Ze willen allebei wel. Feyenoord drukt. Dan komt er ook ruimte voor VVV. Er gaat toch nog ergens wel een doelpunt vallen. Berghuis. Ruimte voor zijn schot. Berghuis en daar moet onderstal wel gestrekt. Oeh, die voorzet wordt niet goed verdedigd. Tee geeft mee. Van Krooi. Van Krooi. En nu is daar Jones. De paas goed. Goed werk ook weer van Tee. Ja, de spitsen. Er mag dan niet worden gescoord. Of verkeerd doen Jurgensen en Tee niet vandaag. Jurgensen. Is er ruimte voor een schot? Nee. Nou, nu wel misschien voor Vilena. Vilena, nee. Ook niet voor hem dus. Malatia, koppel. Is er van Toornstra. Daar zie ik boze reacties. Ze vragen om Van Persie, maar dan willen ze niet dat hij eruit gaat voor de andere spits. Ze willen Van Persie en Jurgensen tegelijk zien volgens mij. Maar goed, Van Persie komt voor Jurgensen. En ook Jurgensen heeft de pest in. Zo. Blijft de kampioen van de Super League ongeslagen tegen de kampioen van Nederland. Dit seizoen in de Eredivisie. Dan moeten ze het nog even volhouden. Of kunnen ze zelfs winnen? Dat kan, want hij geeft een penalty. Geel dan voor Tapia. Het is uiteraard vanwege de nieuwe regels geen rood meer. Hij weet waar ze ze gaan nemen. Daar dus. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leemans schuift hem heel rustig binnen. En VVV leidt. In de tweede helft hebben ze eigenlijk alleen maar verdedigd. Maar dat kunnen ze. En dan zit de wedstrijd erop. En wint VVV van Feyenoord. Door een penalty van Leemans. Weer puntenverlies voor Feyenoord in de Eredivisie. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders.